Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video, deze soort van korte video waar ik even iets ga uitleggen. Ik zag gisteren al bij de livestream toen ik, toen DG me een beetje had genaaid met die Jill actie, met die wapenstok afpakken. Het was gewoon, ja, ik vond het gewoon naaiend en ja, nou ja, zij konden, ja, oké, ze Jillden me, oké, nou, dan zit ik 6 uur, prima, of misschien wel 2 weken, is goed. Dan had ik alsnog op DG gespeeld, alleen als ook nog mijn wapenstok afpakken van 300k. Ja, toen was ik er helemaal klaar mee. Dus ik kan jullie ook wel laten zien. Ik hoop gewoon dat u stof zoekt. Ik geloof dat, ja. Kijk, even kijken. DDG, join. Ja, niet houden aan gemaakte afspraken. Nou ja, niet houden aan gemaakte afspraken. Dan denk ik van, ja, ik weet niet welke. Maar ja, zoals jullie hebben gezien, ik heb ook alle mappen weer online gezet. Eigen schuld, ja. Ik snap het niet, want onze afspraak was dat ik geen die mappen meer online zou gooien. Heb ik niet gedaan, dus ik snap die afspraak niet. Dat was onze afspraak. Verder hebben wij geen afspraak gemaakt, Dendonia. Dus als je deze video kijkt, wij hebben verder geen afspraak gemaakt over die... En is de tweede keer dat jij mij bent, waarom ben mijn anderen niet? Want ja, jouw naampje... Nee, grapje. Maar Dendonia, laat dan weten welke afspraak dan. Want dan... Ja, ik snap niet welke afspraak dan. Dus ja, contacteer me maar ergens via. Weet ik veel. Alleen, de afspraak was gewoon niet over die mappen. Had je me gecontacteerd van dat ik die offline moest gooien. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb ze niet meer online gegooid. Maar ja, als we zo gaan doen dat ik niet me hou aan die gemaakte afspraken. Dan denk ik, ja, jij hebt... dat heb ik, ik heb me wel juist gehouden aan die afspraken. Dus ja, laat het maar even weten, Dendonia. Van, ja, ik vind het niet ergens op slaan. Maar ja, jongens, ik ga weer focussen op AT. Er komt de 2.0 aan. Dus misschien gaat de server straks ook een beetje in onderhoud. Ik ben al bezig met het bouwbedrijf weer omhoog te bouwen. Waarschijnlijk komt een nieuwe gemeente. Komt daar misschien? Het past denk ik niet, maar wie weet. Of misschien komt de gemeente daarachter. We zullen zien. Qtraxia wordt weer een beetje opgebouwd, jongens. Alle plots, iedereen begint op nul bij Qtraxia dan, zeg maar. Iedereen kan weer een nieuw plotje kopen, mooi in het centrum. We bouwen Qtraxia weer helemaal vol. We gaan AT weer een beetje groot maken, jongens. Dus er komt weer een 2.0 aan. Een beetje over de DDoS'ers, jongens. We hebben alle IP's gevonden. Dus ja, zit daar maar niet over uit. Dus stel dat ik misschien AT 2.0 live ga streamen. Ja, wie weet. Kan dat wel. Dus ja, die AT 2.0 komt helemaal goed, jongens. Ik hoop dat we de server weer een beetje op kunnen prikken. Want ik heb daar heel veel reacties over gehad. Kom aan, doe nou een keer wat met AT. Dat soort dingen. Jongens. Wees een beetje hype vast. Ja. Ik heb ook een reactie gehad van, ja, zo is DDG. We zaten gisteren wel met 170 freaking kijkers. En toen was het helaas DDoS. Misschien hadden we de 200 aangetikt. Wie weet. Maar we hebben gisteren in een call gezeten. Romeo dan. En die heeft met wat mensen gepraat. En we zijn erachter gekomen waar ze wonen. Dat soort dingen. Nou, ik ga niet bedreigingen doen of zo. Dat hebben hun al lang gedaan. Ze hebben screenshots van ons huis gemaakt bijvoorbeeld. En eronder gezet van... mooi huis, maar afbranden. Dat soort dingen. Nou, dat is gewoon iets voor de politie, denk ik. Maar jongens, daar hoef ik jullie niet mee lastig te vallen natuurlijk. Het komt helemaal goed. AT 2.0, ik ben er hype voor. Ja, mensen, let's go. Tot de volgende video. Duimpie.